hier binnenkomt, hè, dus je hebt al die voorgeschiedenis gehad. Dus je bent al een beetje nerveus van wat gaat er nou gebeuren. Dus tot het laatste moment weet je het eigenlijk niet. En dan kom je binnen en dan zie je al je vrienden, familie, kennissen. En dan familie ook ver weg en vrienden en zo. En dan, dat is wel een gloriemoment, laat ik het even zo noemen. En een emotioneel moment. En je ziet die kleinkinderen staan. Ja, en dan sta je in het middelpunt van de belangstelling. En daar doe je het eigenlijk niet voor. Je doet je vrijwilligers niet, werk niet om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Toch stond Kok Ooms bijna een jaar geleden in de spotlights tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Op deze dag voor Koningsdag worden mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving koninklijk onderscheiden. Er zijn verschillende soorten onderscheidingen, maar de in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau is de meest voorkomende. Deze kent 6 gradaties, maar veruit de meeste lintjesontvangers worden op 26 april benoemd tot lid of ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kok Ooms werd vorig jaar geridderd voor zijn vrijwilligerswerk. Dat gevoel is dat, want je hebt het over een tijdsbestek van een x aantal jaren natuurlijk, waarin je dat allemaal gedaan hebt. En ik ben bijna 50 jaar in Venlo. En ik ben en blijf die Hollander. En dan en mensen zien mij gelukkig niet als zodanig, maar omdat je jezelf profileert en zelf ook op voorgrond staat en zelf dingen doet en je heel goed aanpast aan je omgeving. En dan denk ik toch bij mezelf, god, dat heb ik toch als Hollander, maar mooi. Hè? Ik ben hier ooit op het station aangekomen met een koffertje met 17 jaar en dat was het dan. Nou, inmiddels heb je een prachtig bedrijf en je hebt heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Ja, en dan deze waardering. Ja, en dan lig je s'avonds in je mandje en denk ik, potverdorie, dat heb ik toch maar allemaal voor elkaar gekregen. Ja, dat is iets heel moois. Nou, in 2017, in mei, was ik een keer bij Hotel Wilhelmina. En daar sprak ik Richard Ooms, de zoon van Cox Ooms. En daar was ik wat voor verenigingen aan het regelen. Ik was diverse zaken door aan het spreken. En toen vertelde ik onderhand dat ik wel eens in Tegelen koninklijke onderscheidingen aanvroeg. En toen vroeg hij, zou mijn vader daar ook voor een aanmerking komen? Toen heb ik gelijk spontaan gezegd ja, want een kok die doet zoveel binnen de gemeenschap in Groot-Venlo. Ik denk dat die daar wel voor een aanmerking komt. Toen ben ik de stappen gaan ondernemen om voor kok een onderscheiding te vragen. Dan kom je er pas achter hoeveel verschillende dingen dat hij gedaan heeft. Want door met andere mensen te praten, dan hoor je dingen. Oh, doet hij dat ook? Doet hij dat ook? Oh. En het leuke ervan is, je spreekt maar een zeer beperkt aantal mensen, want je wilt die groep niet te groot maken. Want in principe mag kok het niet weten. Zijn familie eigenlijk niet, maar in dit geval Richard die wist het dan wel, maar alle andere kinderen wisten het op dat moment niet. En dan is het leuk om dat bij elkaar te krijgen. Goedemiddag. Hallo. Ja. Dat betekent dat het mij een hele grote eer is u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De aanvragen die komen dus bij mij binnen. Ik kijk naar de aanvragen of ze voldoen aan de criteria die daarvoor aangegeven zijn. En men moet tenminste 15 jaar vrijwilligerswerk verricht hebben en ook nog 6 uur per week. En ik raad de mensen altijd aan van maak even een afspraak met mij, zodat we samen even het een en ander kunnen doornemen. En dan gaat het van start. En als de aanvraag helemaal volledig is ingevuld en bij mij binnen is, breng ik een advies uit namens de burgemeester. Dan gaat het naar de provincie, van de provincie naar de kanselarij in Den Haag. Die geeft hun advies uit aan het ministerie en dan neemt de koning het besluit. Het is mij een grote eer u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zonder vrijwilligers kan bijna een economie niet draaien. Als je weet dat er bijna 400 activiteiten in Venlo zijn, wat door vrijwilligers gedaan wordt, waar men, zowel horeca en alles wat eromheen, van kan leven, omdat er iets georganiseerd wordt door vrijwilligers, door hun enthousiasme, of dat dan een schietvereniging, een biljartvereniging, of, dat boeit niet. Men leeft daarvan. En men heeft daar plezier in om dat vrijwilligerswerk te doen. En het is en blijft een mooie
Ja. Kijk, je kunt thuis achter de geraniums gaan zitten. Ja, ja, heb je het dan voor elkaar. Iets voor iemand anders doen, krijg je een goed gevoel. Als je veel liefde geeft, krijg je veel liefde terug. Nou, ik ontferde dat als iemand die dat best op prijs stelt. En ik heb in het verleden meegemaakt dat mensen zeggen, die houdt niet van een lintje. Maar ik denk dat de meeste mensen het vel mooi vinden dat ze een keer in het zonnetje worden gezet. Dat ze een keer erkend worden voor het vrijwilligerswerk wat ze doen. En daar gaat het eigenlijk om. Het gaat gewoon om die mensen die erkenning te geven. Want ja, zonder erkenning, ik geloof niet dat iemand een schouderklopje niet fijn vindt. En ik zie dat als een schouderklopje voor de erkenning van het werk wat ze allemaal gedaan hebben. Ik zelf heb ook een keer het lintje gekregen, dus wel al 13, 14 jaar geleden. Ik stond er ook niet op te trappelen, maar ook ik vond het erg mooi om zo'n onderscheiding te mogen ontvangen. Het is een fantastische dag. Wij genieten daar ook met volle teugen van. En wij zien dus ook wat in de Venlose samenleving allemaal gebeurt. En hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor de Venlose samenleving. Dat is zoiets moois. En daar krijg je echt een warm gevoel van. Vorig jaar hadden we 21 lintjes in Venlo. En dit jaar kan ik verklappen dat er 20 mensen dit jaar gedecoreerd gaan worden. Venlo scoort elk jaar heel hoog. En ik kan wel zeggen, ik heb wat antennes in de Venlose samenleving die voor mij ook uitkijken naar mensen die het verdienen. En dat komt dan uit het verenigingsleven of over andere vrijwilligerswerkzaamheden. Die mensen tippen mij en we gaan samen aan tafel om te kijken of we die aanvragen kunnen indienen. Zijn Majesteit de Koning behaagt jou te benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ik draag het wel met trots, maar ik draag het. Ik wil het ook niet altijd zo geprofileerd, zeg maar, naar buiten brengen. Niet dat ik het dan, niet omdat ik er niet trots op ben, maar ik denk, ja, dan ben ik misschien wel iets te bescheiden. Maar, denk, ja. Maar wel, als er als iets, ja, een leuk diner of whatever wat, iets belangrijks is, zeg maar, wat ik denk van, nou, dit past dit bij, dan doe ik dat op. En dan zou ik het liefste die hele grote opdoen, maar ja, dat mag maar één keer per jaar, dus. Volgende week vindt de Lintjesregen 2019 plaats, namelijk op 26 april. Ken jij zelf iemand die een lintje verdient? Je kunt hem of haar voor 1 juli voordragen via de gemeente voor de Lintjesregen van 2020. Neem hiervoor contact op met Irma Stals. Meer informatie over het toekennen van een lintje lees je op lintjes.nl.